Wrâlderfgoed de Waadzee is belangrijk voor trekvogels. Op de locatie die het Friesia Zout op het eer gaat, binnen unieke zonplaten maar een soort eten van vogels, zeggen de natuurorganisaties. Ja, wij maken ons daar grote zorgen over. We zijn bang dat net op de locatie waar Friesia dat zout wil gaan winnen, de watplaten gaan verdwijnen. En de vogels die daar momenteel hun voedsel zoeken, dat die dus geen voedsel meer gaan vinden. Maar neffens Friesia Zout groeien de zonplaten op het water op dit stuit. Dus op dit moment, ja, verdroeg het als het ware de Waadzee-ambitie. En dat jouwt u, ik de rondte om actief te wijzen. Dus het is net zo dat er minder waterplaten komen. De waterplaten groeien op dit moment. En het is inderdaad zo dat het tempo van de groei iets afneemt. Studies hebben aangetoond dat zoutwinning onder de Waadzee minder skeer terug boei en delgang opsmiet als onder loon. Daarom binnen boeren in het Wingebied blijft met het besluit van Friesia. Wat het zo teruggang. Ja, dan ben je zo 30 hier misschien haast bedanken. Dus dan is er een heel soort akkerbouwgroen vernield. En we hebben de laatste 20 hier wat er uiteindelijk vernield is om de boei en om de waterhuishouding. En daar ben ik blij omdat dat nog aanzienlijk de takken stopt. Friesia wil in 2016 beginnen met zoutwinning. Van het eigen terrein af met een leerding 3 kilometer de zee in. In 4 tijd wordt zoutwinning op het loon afgebouwd. En dat is maar goed ook, vindt Sietsma. De wetenschappers zeggen dat we binnen 15 jaar een voedselcrisis hebben op een vrouw. Wij zijn voedselproducenten. En dan vind ik dat een heger niveau als het slik in de waard. Boaiem Delgong in de Waadzee wordt neffens Friesia vanzelfs compenseerd. Doordat er extra zon vanuit de Noordzee komt en als het ware is maar die Delgong compenseert. Dus in feite is het zo dat aan de Waadzee en aan de waardplaten, maar leegwetter, eigenlijk niks verloren. Natuurorganisaties leuwen daar neer van. Die binnen benauwd dat er extra zon nodig is. Dat gaat waarschijnlijk van de eilanden en de buitendeltas af. En die moeten natuurlijk weer aangevuld worden met zandsuppleties. En we denken van zandsuppleties, nog weer extra. Er gebeurt al zoveel en het stapelt allemaal op.